Wel bedankt, hè? Ja, en tot ziens. En mooi dat ik even op televisie ben geweest. Hè? Het aantal huisinbraken waarbij sloten worden geforceerd stijgt ondanks de meest moderne technieken nog steeds. Maar niet alleen inbrekers kennen de fijne kneepjes om de beste sloten open te krijgen. De leden van de NVHS, de Nederlandse Vereniging van Hang- en Sluitwerk, hebben er zelfs hun sport van gemaakt. Open! Wat zijn jullie aan het doen hier allemaal? Nou, we zijn vanavond bij het sportavond. We zijn echt aan het sporten vanavond. Wat we hier doen is, we komen gewoon bij elkaar. En dan we oefenen onze sport uit. Hoe komt u erbij om dit te gaan doen? Ja, het is toch een heel mooie sport. Hoezo? Ja, dat is heel mooi. Je moet heel mooi met je vingers werken. Heel mooi met je gevoelens werken. Ik vind het is echt voor mij een soort ballet. Als je dat werkt met de slot. Met die slot op te maken of zo. Het is echt heel mooi en fijne werk. Maar sommige van mijn collega's... Hey, open! Hey, die slot is open. Mooi zo, hij heeft het opengemaakt. Walter. Goed zo, Walter. Hoe voelt dat, Walter, nou? Nou, dat is perfect. Daar doe je het voor, denk ik. Stel, u gaat straks naar huis en die merkt dat u huissleutel bent vergeten. Wat doet u dan? Dan ga ik naar mijn moeder toe die de sleutel heeft. En dan haal ik hem daarop. Nee, maar zoals laatst. Ik maak gemiddeld 1 keer per maand een deur voor iemand open die de sleutels is vergeten. En daar zijn een aantal technieken voor. En in uiterste nood, dan pik ik hem. Maar meestal zijn daar snellere oplossingen voor. Open! In die deuren. Open! Er is een slot. Ja, dat was in Keulen, bij de workshop daar 2 jaar geleden. En ze gaven mij de 909. En ik had hem in mijn hand. En ik had wel die instructie gekregen. En ik heb daar eraan gewerkt. Dan ging hij wel open. Ah, dat was de eerste keer, hè. En die eerste keer vergeet je nooit. Ja. Oh. Een slot, hè, heb je het over? Een slot, ja. Wat dacht je? Reken, hoopt je ook dat het ooit een Olympische sport wordt? Natuurlijk, ja. Dat is gewoon ons droom. Dat iedere land een sportvereniging heeft. En dat is echt een soort vriendelijke, mooie uitwisseling tussen de volkeren zijn. Dat mensen vanuit Rusland nemen hun sloten mee. Mensen vanuit Zuid-Amerika nemen hun sloten mee. En dan zit iedereen gezellig aan de tafel hier samen te pikken. Ja. En het is toch, ja, het maakt wel vriendschap tussen volkeren. Dus ik vind eigenlijk dat jij ook een slot moet openmaken. En als je hem niet open krijgt, ja, dan doen we het niet voor je open. Oké, heen en weer. En dan mooi bewegen en spanning geven. Oké, laat nu deze los. Voelde je wat terugveren? Ik denk dan als het goed is moet je dan klikjes horen, de pinnetjes terugvallen. Nee. Hey! Smile, yeah, you have to be.